Mijn naam is Stefan Struik. Ik ben de organisator van de Elf Fantasy Fair, wat plaatsvindt 20 tot 22 april op dit mooie landgoed bij Kasteel De Haar. Links! Ja! De beurs is eigenlijk een mengeling van historie, fantasy en mensen die dus graag willen opgaan in een hele andere wereld dan het dagelijks leven. Wat ik zocht is een soort spanningsveld tussen entertainment, waarbij mensen dus leuke dingen kunnen beleven, zichzelf heel erg kunnen verkleden en opgaan in een heel andere wereld, en wat serieuze informatie. Als je in het normale leven een beetje anders aankleedt of je hebt andere kleding aan dan normale mensen, de mensen die modellenkleding aantrekken, dan word je gelijk heel anders aangekeken. En hier kan je zijn wie je wilt zijn, dus dat is wel, vind ik wel een stuk leuker. Het is gewoon een stukje carnaval voor ons. Het carnaval Nijmegen heb je ook. En onder de wateren. En dit is een beetje voor ons carnaval. Ik ben Undead Necromancer. Undead Microman? Ja, dat is een soort van zombie-achtig. En dan, ik was vroeger een piraat. En toen ging ik dood en nu ben ik dit. Nou, we doen eigenlijk de Japanse Lolita-mode. Dus we zijn niet specifiek één karakter, maar het gaat meer om de mode die we het Lolita-uiterlijk, dat vind je mooi, dat trekt je wel. Ja, absoluut. Heel mooi. En jij? Ja, elegant Lolita en gothic Lolita. Zwart en wit. Jij bent de zwarte Lolita. Ja. Van de twee. Zoals bij een viool, dat schrijft zijn snaren aan. Ja. En is er nog een speciale reden waarom je die bij je hebt? Persoonlijke beveiliging. Persoonlijke beveiliging? Ja. Voor de boze aardige. Ja, ik kan mezelf wel verdedigen. Dan kan je verdedigen als daar gaan we voor. Komen. Slechte mannen. Slechte mannen? Ik kan diegene die ik neer heb gestoken opeten. Ik heb een valkje erbij. De valkje. En ik heb een mesje erbij, dus... Je kan ook met ze gaan eten als ze goed bedoeld zijn. Ja, ik kan ze gewoon opeten. Dat is eigenlijk de drang die je hier ziet. Mensen willen eigenlijk terug naar oudere tijden. En dan kies je, ja, je kan ervoor kiezen om naar de middeleeuwen te gaan. Je kan naar de Romeinen gaan zoals ik nu doe. Je kan, je kan nog verder dieper de geschiedenis gaan. Dus je hebt sommige mensen die verkleden zich als Neandertaler. Of, en dat is de grap, mensen duiken dan niet in historie, maar die duiken dan eigenlijk in een vermenging van historie en iets van fantasie. Dus een soort mythologie. Dus er lopen hier goden rond, er lopen hier vampieren rond, er lopen hier godenvampieren en er lopen hier ridders en elfen. En er zijn eigenlijk geen grenzen, je hebt geen grens om hier rond te kunnen rondlopen. Dus het is eigenlijk een soort, ik vind het eigenlijk altijd een soort hippiefestijn, maar dan zonder seks, drugs en rock'n'roll. Maar misschien nog wel met seks, maar dat...